Onder grote belangstelling van pers en Hank Gordon, René Vroeger en Jeroen van der Boom dinsdagochtend vertrokken naar Moskou voor het Eurovisie Songfestival. Gordon, goedemorgen. Hoe heb je geslapen? Niet. Nee, jij ook niet, zie ik. Nee. Ondanks het feit dat de toppers goed voorbereid op pad gaan, hebben zij tijdens hun vliegreis nog wel de noodzakelijke uurtjes nodig om het Russisch bij te spijkeren. Gordon kan heel goed. Ja, hij... Niet. Tekent? Niet is nee en daar is... Of is het andersom? Dak. Nee, niet is nee en dak is ja. Ik weet niet waarom Gordon mee is. Niet is ja en dak is nee. En Strobia, hè? Proost. Onze nationale trots was zichtbaar ontspannen. Zo nam Jeroen van de gelegenheid gebruik om nu zelf in zijn collega's te interviewen. Jongens, jullie gaan erheen. Hoe voelen jullie je? Ja, ik voel me eigenlijk wel heel lekker. Hoe voel jij eigenlijk? Nou ja, ik voelde vanochtend dat het misging. Ja. Oh. En jullie zijn natuurlijk enorm blij met de komst van Jeroen van de Boom. Dat zou ik namelijk ook zijn. Ik heb van alleen maar positieve Gordon. Hoe ervaar jij dat? Ja, het is jammer dat hij er nog niet is. Want anders had ik er wel wat over kunnen zeggen. Heb je Jeroen van de Boom gezien? Ja, Jeroen met zijn boom. Ja, die ken ik. Over de uiteindelijke uitslag maken Jeroen, René en Gordon zich niet al te druk. Het moet vooral leuk worden. Nou ja, kijk, ik zei tegen de andere pers ook. Wat ons belangrijk is, we hebben gisteren de act gerepeteerd. En die act staat, we hebben een goed gevoel, we hebben het samen leuk. We hebben er heel veel aan gedaan. Je ziet wat hier op Schiphol alleen al gebeurt. Met beveiligingen, mensen en cameraploegen. Dat is kennelijk, wij zijn er nog nooit hier geweest met de uittocht van het Songfestival. Maar het schijnt niet normaal te zijn. Nou, dat is wel heel leuk, dus het leeft. En ons volgende doel is de finale halen. Dus we moeten nu eerst de voorrondes door. Nederland doet al 10 jaar niet mee in die finale. Of aan 9 jaar. Dus wij moeten nu daar doorheen. Dat is ons volgende doel. En als we daar staan, dan gaan we weer, denk ik, opnieuw de kansen berekenen. Laten we gewoon stap bij stap gewoon rustig als professionele artiesten gewoon kijken of wij hoe ver we kunnen komen. Of wel 1, 3, 8 of 9, eerst die finale. Wat er ook gebeurt, de achtergrondzangeressen van de toppers zijn er klaar voor. En kijken uit naar de finale op 16 mei in Moskou. To keep the world from going wrong.